Hallo allemaal, salam alaikum. Ik ga vandaag gebraden kip met olijven en frietjes maken. Super simpel eigenlijk om te maken en super lekker. Ik heb kip schoongemaakt en dat heb ik in een ruime pan gedaan. En dan ga ik alle kruiden en zo ga ik gewoon alles meteen in de pan doen. En dan ga ik het marineren en dan ga ik het in de pan zeg maar laten marineren. Dus niet eerst een beetje kruiden, dan marineren, daarna in de pan nog extra uien en zo doen. Dat doe ik niet. Ik doe gewoon alles in de pan en dan laat ik het eventjes marineren, een paar uurtjes. En dan ga ik beginnen met koken. Ik heb een half bosje koriander in de pan gedaan. Dat heb ik trouwens aan de zijkant gedaan van de kip. Dus ik heb de kip in de pan gedaan. En aan de zijkant ga ik de uien, koriander, kruiden en zulke dingen allemaal doen. De uien ga ik fijn snipperen. Hoeft niet super fijn te zijn. Ik heb 3 middelgrote uien gebruikt. Een half bosje koriander. Ik heb een halve eetlepel gember. 1 eetlepel gedroogde peterselie. 1 eetlepel gedroogde knoflookpoeder. Half eetlepel kurkuma. 1 eetlepel paprikapoeder. Kwart eetlepel kaneel en kwart eetlepel peper. Ik heb 1 afgestreken eetlepel zout erbij gedaan. En best een flinke scheut olijfolie. En een klein scheutje zonnebloemolie. Ik heb dan handschoenen aangetrokken en dat heb ik dan aan de zijkant een beetje gemengd. En daarna ga ik de kip ermee marineren. Dan doe ik de deksel op de pan. En dan laat ik dit eventjes een paar uurtjes in de koelkast staan. Als je de kip zeg maar niet wilt dat die uit elkaar gaat. Dan doe je de kip bij de pootjes nog vastbinden. Voordat je het gaat koken. Dus je kan het dan ook gewoon vastbinden en dan laten marineren. Maar ik ga straks de kip door 2 delen. Dus dan hoef je dat ook niet vast te binden. Ik heb er dan water erbij gedaan, totdat de kip ongeveer 3/4 onder stond ongeveer. En dan breng je het aan de kook. Ik heb de pootjes aan de onderkant gedaan, omdat dat het langst duurt totdat het aan de kook gaat. En als ik het ongeveer een uurtje heb gekookt, haal ik de kip eruit en doe ik dat op de bakplaat met bakpapier. En dan knip ik de kip of snij ik de kip door 2. De kip was best wel heet, dus ik heb ook nog een lepel erbij gepakt. Maar het beste is eigenlijk om met de schaar door 2 te doen. Zodat de kip niet helemaal uit elkaar valt en het is ook makkelijker voor jezelf. Ik heb dan in een kommetje een paar eetlepels saus gedaan. Saus zonder uien. En dan heb ik hierbij nog ongeveer een halve eetlepel kipkruiden erbij gedaan. En dan ga ik dit mengen en dan ga ik met de kwastje op de kip smeren. Ik heb de oven dan op de hoogste stand gedaan. Heb ik de kip gebakken in de oven totdat het mooi goudbruin was. En dan heb ik olijven gewassen en uit laten lekken. En dan heb ik dat in een sausje gedaan. Tijdens het afbakken van de kip in de oven heb ik het sausje nog verder gekookt met olijven. En toen de kip klaar was, heb ik eerst de saus in de bord gedaan, kip erop, frietjes en dat was het. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video, inshallah. Doei!